Schiet. Oké, okay, wow. Ze is doodgegaan in de bovenkant cafetaria, tenminste muntbal. Ik weet niet wat er met Sander is gebeurd, maar ze is in de bovenin bij de cafetaria doodgegaan. Ik werd tegengehouden om de cafetaria binnen te gaan, de deuren sloten namelijk. Ik kan zeggen wat ik heb gedaan. Ik ben eerst 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 gedaan links. En toen ben ik benzine gaan halen en gevuld in Upper Engine. En toen liep ik dus naar cafetaria toe en daar lag mijn bal dus dood. Dat is wat ik heb gedaan. Ja, wie denk je zelf dat het is? Voor mij zit ik ben naar Captain Administration gegaan. Ik heb een tijdje op Sander gelet. Ja. Alleen toen werd ik teruglopen naar cafetaria. Alleen de deuren waren dicht. Ik heb dus letterlijk niemand gezien. Ik loop maar naar beneden. En ik heb een hele periode maar gewoon de admin gezeten. En toen kwam Milan en Anne eraan. En toen heb jij wel gereport. Kijk, ik weet het echt niet. Ik heb letterlijk niemand gezien. Meen ik serieus, ik heb letterlijk niemand gezien. Dus ik weet het gewoon echt niet. Nou, ik vind het heel lastig. Want ik zit een beetje te twijfelen aan een self-report of dat het Jordi is. Hoe kom je er aan dat het Jordi is eigenlijk? Ja, we zagen... Waren jullie iedere keer bij elkaar? We waren de hele tijd bij elkaar. Oké, jullie waren non-stop bij elkaar. Ja. Ah, oké. Dus wij zijn het dan is het voor mij Jordi, want als jullie twee bij elkaar zijn geweest, is Jordi denk ik het geweest. Want... Ik heb iedere keer bij Sander gezet op guard duty. Oké, okay, jongens, wat zeggen jullie? Of we foto hem weg, of we skippen hem. Heb jij geskipt? Ik heb geskipt, want ik weet het moment. Ik weet het ook niet, dus ik vind het moeilijk. Maar ik kan het moeilijk om van anderen uit te gaan. Oké. Ja, wij zijn safe van elkaar, dus of we doen Harm, want het kan een zelfrapport zijn, of dat een Jordi. Denk je dat ik een zelfrapport... Hallo, ik zeg dat de deur dicht was! Als je me nu... Ik weet het echt niet. Mag me wegfoten? Harm of... Oké, luister, als je me wegfoot, het is dan Jordi, 100%. Ja, dat was sowieso ons volgende plan dan. Kijk, voor mij is Jordi, maar... Oké. Okay. Sowieso ons volgende plan. Ik ben heel benieuwd. Hij is wel gemute, dus ik denk... Oh, het leven is zo kut. Oh, fuck. Nope! Emergency! Emergency! Ik ga gewoon wachten, hoor. Oh. Fix de fucking lichten, gek! Kijk uit, hij gaat O2 doen, 100%. Thank you for playing. Fucking hell! Jezus! Ik zei het nog!